Goedenavond, weer een gloednieuw nieuwsoverzicht voor Zandvoort en omgeving. Met een plekje voor het parkeerbeleid. Er komt een alternatieve nieuwjaarsduik, ook dit jaar. En brand in Vuilniswagen trekt veel bekijks. Dat en meer in de Zandvoortinside headlines van vrijdag 10 december. Helemaal in de paarse sfeer natuurlijk. Goed dat je kijkt. Allereerst was er veel aandacht in de Zandvoortse politiek voor het voorgenomen parkeerbeleid. Want dat gaat er komen volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid. Afgelopen maart stemde de raad in met een plan van aanpak hoe dat beleid dan tot stand zou moeten komen. En afgelopen dinsdag debatteerde de raad er uitvoerig over in een commissievergadering met ook een viertal insprekers. Waaronder Tom van der Veen, vertegenwoordiger van de OBZ, ondernemersbelangen Zandvoort, en zelf een hotelier in Zandvoort. En daarnaast was ook een van de insprekers Jong Zandvoort. Beiden hadden zo hun eigen kijk op het beleid dat voorlag. Veel fracties zagen nog kansen tot aanpassingen als het beleid al was ingevoerd, wat vrij normaal is in de politiek. Maar andere fracties waren zeer kritisch. Belinda Geurensen van de VVD deed haar inbreng namens de gehele oppositie, bestaande uit PVV, OPZ en dus ook de VVD. Zij zien grote bezwaren tegen onderdelen van het parkeerbeleid en zeggen dat er ook onvoldoende burgerparticipatie zou zijn plaatsgevonden bij de totstandkoming van dit voorgestelde beleid. Op 21 december tijdens de raadsvergadering stemt de gemeenteraad van Zandvoort definitief of dit beleid er dan met ingang van volgend jaar zou moeten komen. Een uitgebreid verslag van ook dit bespreekpunt lees je in de Zandvoortse Courant van deze week. Dan blijven we nog even bij politiek, want een golf van nieuw geluid heeft ons bereikt. Afgelopen 1 december kondigde de partij Zee Zandvoort Echt 1 zich aan. En dat resulteerde meteen in veel aandacht van de media. Zee heeft meerdere interviews gehouden in regionale kranten, maar zeker ook de Zandvoortse media bereikt. Op YouTube zie je daar nog een uitgebreide reportage met Marcel Sukel en Mirko Gerrits van Zee op ons YouTube kanaal van Zandvoort Inside. En kijk voor meer informatie op de partijpagina van Zandvoort Echt 1. Dan nog iets opmerkelijks. Afgelopen week was er een brandende vuilniswagen. Nou, dat klinkt heftiger dan dat het uiteindelijk bleek, maar toch wel een opvallend iets. Een lijnwerper zou namelijk in de fik zijn gegaan. Bij het verwerken van het afval. De vuilniswagen was op dat moment operationeel bij het Watertorenplein. Maandag rond 2:30 kregen de hulpdiensten meldingen binnen en ook de algemene dienst gevaarlijke stoffen moest worden ingezet. En ook zelfs de EOD, de explosieve opruimingsdienst, kwam van toepassing. Boulevard Paulus Loot en de omgeving van die straten is tijdelijk afgesloten geweest die middag vanwege het wegwerken van dit incident. En natuurlijk door de inzet van de EOD en dergelijke. Start de motoren maar, want het is weer tijd voor de vaste rubriek van de Zandvoort Inside Headlines, het weetje van de week. Wist je dat Grand Prix Zandvoort 2022 te zien is bij de NOS? Het race-spectakel dat volgend jaar september weer terugkeert naar onze badplaats zal live worden uitgezonden via de NOS. Dit zal ook voor de twee daaropvolgende jaren zo zijn. Niet alleen de race op zondag, maar ook delen van de kwalificatie zullen bij de NOS zowel op tv als online te zien zijn. Eerder werd bekend dat de vaste F1-commentatoren Olaf Mol en Jacques Plooy niet mee mochten naar Viaplay, de nieuwe beheerder van deze uitzendrechten. KPN zal vanaf komend seizoen alle races uitzenden, de NOS dus met uitzondering alleen de Grand Prix van Zandvoort. Afgelopen september kwamen 10.000 mensen naar Zandvoort voor de Heineken Dutch Grand Prix. Alles zat mee, de winnaar, Max, het weer en natuurlijk ook organisatorisch. Wordt het volgend jaar weer zo'n ongekend succes? Eerst aankomende zondag maar even afwachten. Max 1 of toch Lewis? We hopen natuurlijk dat eerste. Dan blikken we nog even terug op het Sinterklaasweekend en dat moet wel een memorabel moment zijn voor de familie van Liam. Want de goedheiligman bracht namelijk ook een bezoekje bij hun aan de deur. Bij hun in huis zelfs.
Met cadeautjes kwam hij langs en Liam kent de gemiddelde Zandvoorter wel. Die kwam afgelopen jaar in het nieuws, want die leidt namelijk aan de zeer ernstige ziekte SMA2. Die tegen een hele hoge kostenpost nog altijd te behandelen is. Er was een crowdfunding actie op touw gezet en Liam is in september daarmee behandeld met dat geld van de welwillende medemens. En dus ook de altijd vrolijke Sint en zijn Piet kwam afgelopen zondag even langs om de vader, moeder en Liam zelf te verblijden met wat lekkers en dus ook een cadeautje voor de kleine. Ja, dan duiken we nog even in het laatste item. Ja, de nieuwjaarsduik van komende keer op 1 januari 2022 gaat niet door. Net als voor vorig jaar vanwege de coronasituatie. Nu vanwege de vierde coronagolf kan het waterspektakel geen doorgang vinden op het strand van Zandvoort. En landelijk zijn ook meerdere andere nieuwjaarsduiken afgezegd. Daarom roept Unox net als vorig jaar de actie uit tot nieuwjaarsduik uit blik. Die kunnen mensen bestellen bij het net genoemde merk. Er gaat ook per besteld pakket een bepaald bedrag naar de voedselbank, zodat ook mensen met een smallere beurs warm de feestdagen kunnen doorkomen. Nou, warm was het in ieder geval vorig jaar niet, want Roy en ik van Zandvoort Inside deden vorig jaar ook mee aan het nieuwjaarsuitblik. Daar zie je hiernaast van nog een kort gifje. Nou, natuurlijk hilarisch, hè? Dat was hem alweer, de Zandvoort Inside headlines van deze week. Ik hoop dat je weer helemaal op de hoogte bent van al het nieuws van Zandvoort en omgeving. Vergeet ons niet te liken, te volgen, te abonneren. Ook om op de hoogte te blijven de komende maanden van al het politieke nieuws natuurlijk. Zandvoort Inside is er altijd op zandvoortinside.nl, Facebook, Twitter en Instagram. Ik ben er volgende week weer met alweer de laatste Zandvoort Inside headlines van dit seizoen. 17 december, zie ik je dan. Tot volgende week. Doei doei!